Ik moet helaas mijn kool afdekken, want ja, er zitten rupsen aan, dankzij mevrouwtje Vlinder. Nou, dit is dan weer mijn Lauribla, die groeit heel goed. Dit is de familie tomaat. Dit is de familie Isopropyl. En als het goed is, zag ik een baby Isopropyl. Lach niet mensen. Even filmen die handel, want ik ben er trots op. Na zoveel moeite. Kijk eens aan. Kijk eens aan mensen. Dus uno la fuyere. Nou, een baby Isopropyl in Nakmidja. Dus we doen ons best, zou ik zeggen. De tomaatjes die zijn er heel veel. Dan praat ik hier over mijn komkommer. Komkommer Olijna Abo. Zo aan de begin. Ja, dit dat ik dit. Mijn sap voor zijn. En dit is allemaal mijn bloemkool. Broccoli. Ook onder een klamboe. Want mevrouwtje Vlinder die legt er eieren. Dit is dan mijn peertomaatjes. Ja, die rode kool die doet het niet goed. Wat de reden is, weet ik niet. Het zou wel in een kleine, te kleine pot zijn. Dit is mijn Tamba Mabanta. Die doet het wel goed. Het was een baby. Dit is de courgette. Ik heb al een courgette geoost. En ook komkommer. En hier heb ik ook een Isopropyl. En ik zie dat hij een beetje flauw hangt. Dus dan ga ik hem zo even afdekken. Want het is hier heet onder die afdak. Ik heb een afdak, het is echt heet. Afaya. Dus heb ik allemaal parasolletjes voor die planten, zeg maar, gezet. Maar straks hebben we slecht weer. Dus dan moet ik ze allemaal weer weghalen. Doei!